welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Sophie en vandaag zijn we in de gym en we gaan een hele bijzondere workout doen. Want gisteren is mijn nieuwe workout guide live gekomen en ik ga hem vandaag opnieuw beginnen. Ik ga opnieuw beginnen met de 12 weken en ik heb er echt onwijs veel zin in, want ik heb mega veel resultaten gezien toen ik hem de vorige keer natuurlijk trialde. Ik denk alleen wel dat in plaats van met de eerste leg day die gepland staat, ga ik beginnen met de tweede leg day van de week. Want het is echt mega druk in de gym en de tweede leg day heeft geen squat rack nodig. Dus ik denk dat ik iets meer kans maak om dan de workout volledig uit te voeren en hem ook nog te filmen. Maar ik ga jullie meenemen en dan gaan we het gewoon lekker zien. Maar eerst ga ik een warm-up doen. In deze video wil ik 5 tips geven om je resultaten in de gym te vergroten terwijl ik de workout van woensdag van mijn nieuwe guide doe. Ik ben de guide opnieuw begonnen deze week, dus als je deze video ziet, dan kun je nog snel de guide aanschaffen. En dan zitten we in dezelfde week van het programma, wat echt super leuk is. En met de kortingscode LevelUp25 krijg je 25% korting. Dit is maar een paar dagen geldig, dus vergeet hem vooral niet te gebruiken. Link is in de description box. De guide bevat een 12 weken workout programma van 5 tot 6 dagen. 3 verschillende fases. Heel veel informatie over het maken van habits en het creëren van routines. En ook 20 van mijn favoriete recepten. Dus vergeet vooral niet om hem te checken. Oké, mijn eerste tip. Train met intentie. Ja, je kunt je schema aflezen en door je set met 12 reps heen rammen. Maar dat gaat echt het verschil niet maken. Zorg ervoor dat je bewust traint. In de meeste gevallen houdt dit in dat je langzamer gaat trainen, voornamelijk in de eccentric fase van de beweging. Dit is wanneer de spier die je target langer wordt. Dus bij een squat of een pull-up is dit wanneer jij zelf naar beneden gaat en bij een bicep curl is dit wanneer je de dumbbell laat zakken. Er zijn eigenlijk 2 redenen om je tempo te vertragen. Eerste is dat je hiermee de time under tension vergroot. En dit is de tijd dat de spier die jij probeert te trainen ook daadwerkelijk onder spanning staat. En dit is essentieel als je hem wilt trainen natuurlijk. En de tweede reden is dat je veel sterker bent bij de eccentric fase van de beweging dan bij de concentric fase van de beweging. De concentric fase is namelijk wanneer je de spier die jij wilt trainen aanspant. Dus bij de squat bijvoorbeeld is dit wanneer je de barbell omhoog moet krijgen. En bij de pull-up is dit wanneer je jezelf omhoog moet krijgen. En dat stukje van de beweging is veel zwaarder dan de eccentric fase. Dus als je er juist voor zorgt dat je die eccentric fase langzaam uitvoert, dan kun je heel veel voortgang maken. Dorian Yates gaf mij als tip om hier mega veel aandacht aan te besteden, want als je maar een beetje door dit deel van de beweging heen skipt, dan laat je eigenlijk de helft van je progressie liggen. Mijn tweede tip. Let op je range of motion. Stel je doet een Romanian deadlift. Op een gegeven moment, als je de bar naar beneden laat zakken, dan gaat de spanning van je hamstrings af en verschuift die naar je onderrug. Als je de time under tension op je hamstrings maximaliseert, dan haal je veel meer uit het trainen van die spiergroep. Dus als ik een RDL doe, dan laat ik de bar zakken tot ongeveer mijn knieën, want daaronder is het punt dat ik voel dat die vanuit mijn hamstrings en billen naar mijn onderrug doorgaat. En ik zorg ervoor dat ik niet helemaal omhoog terugkom. Derde tip, rust. Neem genoeg rust. Doe niet te veel oefeningen, niet te veel sets, niet te veel herhalingen en niet te vaak dezelfde spiergroep in de week. En zorg ervoor dat je genoeg slaapt. Als je je spieren traint, dan maak je de hele tijd allemaal van die kleine scheurtjes in je spieren. Deze moeten opgevuld worden en daardoor worden ze uiteindelijk groter. Maar dan moet je je lichaam wel de kans geven om ook daadwerkelijk die scheurtjes op te vullen. En dat doe je door genoeg rust te nemen en niet te vaak te trainen. Volg een schema. Als er over je programma nagedacht is en je niet te vaak de oefeningen verandert, dan kun je er makkelijker voor zorgen dat je voortgang blijft boeken. Naarmate de tijd vordert, moet je namelijk steeds je trainingen moeilijker blijven maken om je spieren te blijven uitdagen. Er zijn onwijs veel factoren die je kunt manipuleren om ervoor te zorgen dat je de trainingsstimulus over tijd toe laat nemen. Maar als je er of niet over nadenkt of je niet bijhoudt wat je hebt gedaan, dan is het moeilijk om zeker te weten of je inderdaad resultaten blijft behalen. Nou, mocht je op zoek zijn naar een workoutprogramma of naar een schema, dan kun je mijn guides kopen. Die staan in mijn beschrijving of op mijn website gainsbybrains.com. Je kan ook bijvoorbeeld in de sportschool naar een PT of waar dan ook. Maar ik persoonlijk zie altijd de meeste resultaten als ik mijn trainingen gestructureerd aanpak. En dan mijn laatste tip, limiteer stress.
Wanneer je stress ervaart en je lichaam in een soort van overlevingsstand zit, is het allerlaatste waar je lichaam mee bezig is spieropbouw of het adapteren naar een nieuwe trainingstimulus. Het probeert gewoon te overleven. Maar als je het gevoel hebt dat alle vier de punten die ik hiervoor heb genoemd wel goed zitten, maar dat je alsnog geen resultaat ziet, dan ligt het misschien aan dat je te veel stress ervaart. Probeer momenten van rust te creëren. Maak een ochtendroutine. Plan een moment in om te journalen. Ga elke dag minimaal een half uur buiten lopen. Stretch voordat je gaat slapen. Gewoon even een soort van bewustwording van hoe jij je voelt en hoe het met je lichaam gaat. En als dit eenmaal verbeterd is, dan kun je gaan bouwen. Maar die fundering, die moet wel eerst stevig zijn. Hallo besties, ik lig even op bed, want ik heb iets heel erg leuks bedacht om te gaan doen in deze vlog. Totaal niet gerelateerd aan wat je hiervoor hebt gezien, maar alsnog heel erg leuk. Maar eerst wil ik jullie heel even bedanken voor alle lieve reacties op mijn allereerste Nederlandse vlog. Echt, ik vind het zo leuk om de reacties te lezen. Jullie zijn zo lief en ik heb echt het gevoel alsof ik gewoon een hele grote groep vriendinnen heb gekregen. En het is echt, het betekent zoveel voor me. Ik heb nog geen winnaar gekozen voor de winactie terwijl ik dit opneem, maar ik heb wel een winnaar gekozen op het moment dat je dit ziet. Dus kijk vooral in de comment die ik hieronder heb geplaatst. Daar zal ik zeggen wie heeft gewonnen. En dan ga ik dus met één van jullie trainen. En daar heb ik zoveel zin in. Dus ik denk dat ik dat wel vaker ga doen. Maar het is even een klein beetje een dingetje met plannen en zo. Blijf vooral kijken als je het leuk vindt om nog meer dingen te winnen. Want het is allemaal net even wat makkelijker op te zetten. Omdat ik zelf natuurlijk ook gewoon in Nederland ben. Maar voor dit deel van de video, ik heb dus een dilemma. Ik heb niet echt een kledingstijl. Ik draag 90% van de tijd gymkleding of een variatie daarop. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk om meer mijn best te doen. Om meer normale kleding te dragen en ook leuke outfits. Daarvoor wil ik wel echt investeren in een soort van capsule kledingkast, of hoe dat ook heet. Eigenlijk ben ik dus op zoek naar basic items die je op verschillende manieren kan combineren, die van goede kwaliteit zijn en daar wil ik ook wel echt in investeren. Dus in plaats van zeg maar elk seizoen een blazer te kopen van de Zara, heb ik liever één goede blazer die gewoon echt perfect zit, een goede oversized fit, een goede kwaliteit die ik gewoon super lang kan dragen. Dus ik heb een Pinterest moodboard gemaakt. En met allemaal verschillende outfits en foto's die ik leuk vind. Dus ik dacht, ik laat hem even zien. En dan de volgende stap is dat ik ga winkelen online. Want winkelen is echt niet aan mij besteed. Maar dat ik ga winkelen en dat ik dus leuke outfits ga kopen. En dan zal ik ze in de volgende video's ook laten zien. Als jullie dat leuk vinden, laat me weten of jullie dat leuk vinden. Want het is natuurlijk wel meer fashion gerelateerd. Maar ik denk dat het zelf wel heel erg leuk is. Maar ik zal jullie even mijn moodboard laten zien. Oké, nou hier is hij hoor. Mijn moodboard die ik net in elkaar heb geflanst. Zoals je kan zien is het behoorlijk nogal wat Molly Mae. Maar ik vind haar stijl gewoon heel erg leuk. En ook behoorlijk wat Hailey Bieber hier ergens onder. Matilda ook. Love her. Het is, ja, wat is de stijl? Geen idee. Laat maar weten als je weet hoe dit heet. Het is een beetje alsnog streetwear, denk ik. Ook nog wel wat joggingspakken. Maar wat ik daar dus heel erg leuk aan vind, is dat ze dus wel er fleeky uitzien door de accessoires en de haarstijl. Dus dat vind ik ook prima. Zelf, als ik vaak een joggingsoutfit aan heb, dan doe ik niet super veel moeite voor de rest. Dus dat is iets waar, ja, dat, daar kan ik nog wel wat van leren. Bijvoorbeeld leuke accessoires, zonnebril, tas, schoenen, ringen, ketting, whatever. Dus vandaar dat ik het wel in het moodboard heb gezet. Ik hoef natuurlijk ook niet helemaal 180 te gooien. Ik heb geen idee wat dit voor stijl is. Ik zie veel toch wel een beetje oversized fit. Ik vind het zelf wel vrouwelijk. Een beetje stoer, maar ook een beetje classy. Ik vind het ook sexy. Ja, maar dat kan misschien aan mij liggen, want ik heb het natuurlijk allemaal zelf uitgekozen. Maar ik ga er nog even doorheen scrollen. Ja, ik word hier dus gewoon helemaal blij van. Maar zoals je kan zien zijn het dus, als ik er zo even naar kijk, van die blazer suitbroeken. Geen idee hoe het heet. High-waisted en dan met wijde pijpen. Waarschijnlijk met een matching colbert, want die komen ook heel vaak terug. Of een matching blazer. Grijs en zwart, goede jeans. Ik denk ook een goede blouse. Of overhand. Oversized. Ik heb ook dingen, zijn het ads? Of heb ik dit toegevoegd?
Geen idee, jongens. Koffie. Random. Waarschijnlijk heb ik dorst. Maar ook bijvoorbeeld voor haar inspo. Dus als ik dit zie, dan denk ik ook dat ik zo'n waver moet aanschaffen. Nou, niks moet, maar leuk vind. Want die stijl zie ik wel een aantal keer terugkomen. En je ziet dat het toch wel echt gelijk je outfit ook verandert. Dat heel belangrijk is. Hij is eigenlijk korter dan ik dacht, mijn lijstje. Maar ik denk dat ik dit gewoon lekker open laat. En dan mijn laptop erbij pak. En dan ga shoppen. Oké, nou dat was wat ik vandaag heb gedaan. Ik ga even de hond uitlaten. En daarna pak ik mijn laptop erbij. En dan ga ik hopelijk wat leuke items scoren. Als je nou een leuke webshop weet waarbij ze goede producten verkopen. Waarbij de kwaliteit wat hoger ligt. De prijspunt mag ook best iets hoger liggen. Zolang het maar langere tijd meegaat. Laat het dan vooral even weten in de comments. En als je het nou leuk vindt om het eindresultaat te zien van alles wat ik hopelijk heb geshopt. Laat het dan ook even weten in de comments. Want dan zal ik zorgen dat ik een soort van fashion vlog maak, denk ik. In ieder geval, laat maar even weten. En dan ga ik hierbij de video afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als je hem leuk vond, vergeet dan niet om hem te liken, om je te abonneren. En dan zie ik je hopelijk in de volgende video. Ik weet nog steeds niet hoe ik moet afsluiten. Bye guys.